Ik ben Richard Wortel, ik ben dirigent van het Klein Orkest van Muziekvereniging KNA, wat vandaag voor deze gelegenheid het Hobbit Orkest heet. Wij hebben op de Ver voornamelijk muziek uit science fiction en fantasy films gespeeld, welke we speciaal voor dit evenement hebben ingestudeerd. Star Wars, Harry Potter, Batman, The Lord of the Rings natuurlijk, de recente Hobbit film, Last Samurai, Gladiator. Er zit één hele grote favoriet van mezelf bij, maar die komt niet uit de film. Dat is Mother Earth van Within Temptation. Ja, ik weet niet, het is gewoon een prachtige melodie in een 6/8e maat. En dat deint zo lekker voort. Hè. Er zit ook wel iets heavies achter. Het is gewoon lekkere muziek. Ja, je gaat kijken wat past. Het kwam vanuit de organisatie ook. Het zou wel leuk zijn als er science fiction film en fantasy film muziek komt. Nou, dat hebben we niet standaard in de kast liggen. Qua bezetting, wat ik hier in het orkest heb, is het ook niet overal maar bij elke uitgever te bestellen. Dus dat heb ik zelf bewerkt voor deze gelegenheid. Dus je luistert naar een cd en denkt van nou, dit is haalbaar. Want dan moet het natuurlijk ook nog uitvoerbaar zijn met de muzikanten die je hebt. En dan is het luisteren, op de piano naspelen en opschrijven wat je hoort. De partituur is voor deze bezetting is ongeveer een balkje of 15, 16, 16 verschillende partijen. En er komt nog slagwerk bij, dus het zijn er ook nog drie balletjes. Ja. Ja. Het is uitdelen en meteen op de repetitie beginnen. Want dan kun je vanaf het begin af aan al fouten die erin zouden kunnen sluipen en meteen eruit halen. Dus door het op een repetitie meteen al te doen, help je ze ook. Hè? Het is niet zo van hier heb je je partijtje, zoek het maar uit. Ja. Er komt nog een heel verhaal bij van ik wil het zo, daar moet het hard, daar moet het zacht. Ja. Of dat figuurtje moet je niet zo uitvoeren, maar moet je zo uitvoeren. Zij zijn redelijk goed in wat wij noemen het A Prima Vista spel. Dus meteen blad voor de eerste keer zien en spelen. Ja, daar zitten goede muzikantjes tussen. Ten eerste vonden ze de muziek heel erg leuk om te spelen, maar wat ze nog veel leuker vonden is gewoon het mogen deelnemen aan zo'n festival als dit. Want het is, ja, ik vind het nog steeds een hele grote eer om hier te mogen zitten. Het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Ik wist van tevoren niet wat ik moest verwachten. Ik had natuurlijk wel eens foto's gezien van de film, ik had er nog nooit rondgelopen. Het eerste wat mij opviel en wat me ook echt pakte was de ontzettend gemoedelijke sfeer die er hangt. Iedereen is aardig, iedereen is vriendelijk en iedereen heeft belangstelling voor elkaar en voor elkaars outfit. Ja, geweldig. We hebben onze normale pakjes, om het zo maar te zeggen, waar we in optreden. Maar we hadden zoiets van, ja, als je op een fantasy fair gaat spelen, dan moet je het ook goed doen. Dus dan moeten we ook verkleed gaan. En een bekende van de vereniging, Beb Welters, ook wel een bekende van de fair, geloof ik. Die stelde voor om kleding te gaan ontwerpen. Dus die heeft onze pakken getekend en bedacht. En met zij en een aantal leden en moeders en andere hulpen hebben we de boel in elkaar gezet. Wij zijn begonnen vorig jaar november. Wel in de wetenschap dat we tussendoor onze reguliere dingen hebben. Dus de kerst, dus dan stop je het weer even een poosje aan de kant. Omdat je ook met je kerstmuziek aan de gang gaat. Maar ik denk een half jaar, als je het zo aan elkaar vastplakt. Ja. Dat is een flinke tijd, maar je hebt een geweldig resultaat. Ja, absoluut. Ik ben apetrots. Ja, dankjewel. Alsjeblieft.